Hallo allemaal! Omdat mijn vorige paperduck video zo goed is ontvangen, why? ga ik er weer eentje maken. Ik ga mijn ducky een hele andere aesthetic weer geven. En dit keer ga ik voor een elfje. Niet eens fairycore, gewoon echt letterlijk een elfje. Ik ga een elfje maken van mijn eend. Ik ben gewoon in een elfjesmood, want de zon schijnt. Eindelijk! Ik pak Ducky erbij. Daar is Ducky. We gaan het dus volledig omgooien. Ik dacht, ik ga Ducky het elfje uit een bloemetje laten komen. Dus, ik moet een bloem gaan maken. Moet wel gaan passen natuurlijk. Ik ga hier gewoon een volledig vel papier aan besteden. Platformpje. Ik ga een aantal blaadjes apart doen, zodat ik hem open kan laten gaan. Zo, daar is de stem. Stam. Hoe heet dat? Steel. Steel? Sure. Er komen een paar meeldraden uit. Juist. Lekker uitgebreid ook. Volgens mij is het goed. Ja. Nou, dit ga ik wel inkleuren. Even een klein beetje uitgummen. Het hartje van de bloem wordt natuurlijk geel. Ik kan het zo goed inkleuren. Zo, dan die puntjes erin. Pok, 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 pok. Mooi. Groen. En dan de rest hiervan wordt donkergroen. Oké, en dan nu de kleur van mijn bloem. Ik dacht roze. Automatisch. Paars. Maar ik heb geen lichtpaars. Maar ik heb ook geen lichtroze. Alleen deze hele donkerroze. Maar toen keek ik tussen mijn stiften en zag ik dat ik een enorme rode stift heb. En die is ook nog best wel een mooie kleur. Ik denk dat ik hem gewoon ga inkleuren met deze rood. En dan ga ik de lijnen hiervan aangeven met een paars. Oh mijn god, hier zit weinig in. Oké. Oeh, daarmee kan ik schaduw aangeven. Deze paars. Alright, let's go. Oh. Deze stift wordt echt donkerder wanneer het opdroogt. Normaal wordt het juist lichter wanneer iets opdroogt. Maar oké. Het is alsnog een mooie kleur. Yes! Dat is er één. Kijk eventjes hiervan. Zo. Oh yeah. Woe! Fancy. Dan verder met de rest. Oh, ik had van links naar rechts moeten werken. Nu moet ik met mijn arm... Aha, opgelost. Oeh. Dit is schaduw. Dat is een bloem. Dit is zo funny. Ik ga nog de buitenste blaadjes maken. En die doe ik dan zo. En die kan ik dan zo naar beneden verschuiven. Ik ga dat even uitknippen. Nu zou ik hier... Oh, dat schijnt door. En dat dan ook voor de andere kant. Oké, deze ga ik ook eventjes inkleuren en uitknippen. Alright, ik heb hier... De bloem. Kijk eens. Zo zit hij dicht. Zo. Is hij open. Pretty. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Really? Ga weg. Dus, ik heb het lamineerapparaat gepakt. Hij is opgewarmd. Even de plasticjes pakken. Even niezen. Zo, als ik deze erin doe, dan kan ik er net zo goed het meeste ervan maken. Wat van mijn kleine dingetjes in doen. Want ik heb kleine dingetjes gemaakt. Kijk, het is een make-up doekje. Ik heb hier mascara. Het zit zo in een flesje en dan haal je het er zo uit. En ik heb oren. Ik heb 11 oren gemaakt. Dus ik ga die hier gewoon even bij in doen. Zo, daar is de machine. Waar is mijn schetsboek? Ik wil dus vleugeltjes maken. En ik wil de vleugeltjes doorzichtig maken. En daar is... Dit plastic perfect voor. Ik heb hier vleugeltjes die ik voor mijn oorbellen gebruik. Maar die zou ik dus ook voor Ducky kunnen gebruiken. Oh, dit wordt cool. Dit wordt echt heel cool. En ik ben niet eens bij de outfit. Ik zit van alles te maken behalve de outfit. Maar ik heb al een heel plan voor de vleugels. Dat wordt echt heel cool. En dan ga ik straks met een witte stift binnenin zo'n... ding tekenen. Ja, dat moet werken. Ik ga wel eventjes dit uitknippen voordat ik verder ga. Ik pak hiervoor de witte Posca stift. Misschien hou ik het ook gewoon op de kleine. De grote is net iets te veel. Plakband. Zo, dan ga ik dit gewoon letterlijk overtrekken. Droog! Oké, ik heb dus de bladzijde omgeslagen. Dit gaat sowieso werken. Yes, oké. Oh, zo is het veel beter te zien. Oh, mooi. Oké, ik heb ook nog net met moeite extra vleugeltjes erbij gedaan, eronder nog. Oh, wat mis ik dan nog? Een outfit natuurlijk. Ik ga gewoon even op Pinterest en dan zoek ik op Fairycore. Heel groen is dit. Oh, laat maar, hier is paars. Ik kan er paars van maken. Ik zie best veel ruffels. Oeh, pretty.
Ik ga denk ik van die puffmouwtjes maken. Zoiets, zo'n topje eigenlijk. En dan eigenlijk ook weer iets van een rok eronder. To the drawing board. Ik heb zo'n blouseje getekend met een corsetje erop. Ik heb veters aan de voorkant gedaan. Allemaal ruffels. En ik heb ook alvast schoentjes gemaakt. Het zijn van die ballerina's en dan met touwtjes die helemaal naar boven op je been gaan. En ik ga nu nog een mooie lange rok maken. Gaat best goed volgens mij. Oh, haar. Daar ga ik nog over nadenken. Oké, ik ben echt losgegaan. Ik heb dus haar. Ik heb een bloemenkrans. Hier die rok. En nu moet ik het allemaal gaan inkleuren. Heb ik niet echt lichte kleurtjes met die stiften? Ik kan al wel gewoon deze. De mouwtjes. Oh, die is cool. Dat is een metallic marker. Deze is zo mooi. Wow. Ik wil roze schoentjes. Die is best mooi eigenlijk. En best wel fairycore. Ik zit heel braaf binnen de lijntjes te kleuren. Ik ga de ruffels paars maken. Alright. Oh my god, al die bloemetjes in kleuren. Dan hoef ik nu alleen nog maar het haar in te kleuren. Heb ik bruin. Ik wil roze strepen in het haar. Even een beetje uitgummen. Oké, ik begin met de roze. Oh ja. Yes. Dat komt helemaal goed. Het is lamineertijd. Het past precies niet in één vel. En dan moet ik een volledig nieuw velletje gaan pakken voor de achterkant van het haar. De vleugeltjes werken. Kijk dan. Yes. Ik ga hem kort knippen, want dan hoef ik niet zo lang te wachten. Dan ga ik dit nog uitknippen. Yay. Vooral die vleugels moet ik even netjes doen, vind ik. Dit werkt echt beter dan ik had verwacht. Flap, flap, flap. Flap, 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 flap. Ik heb een klein Fairy Old Parents toverstafje gemaakt. Alleen nog het haar. Woe, I did it. Yes. Alright, Ducky. Ben je klaar voor je metamorfose? Het is tijd. We gaan iets nieuws uitproberen. Ik pak de schaar erbij. Knip, 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 knip. Hij is kaal. En die make-up is ook niet heel elfenachtig. Dus ik pak een make-up doekje. Ta-da-da. En we gaan dit schoonmaken. Dan gaan we. Ik heb al een poetsdoek hier achterop gedaan. Dit werkt zo goed. Let's go. Ducky is weer helemaal clean. Ducky heeft nog niet het lichaam van een elf. We gaan elfenoren eraan zetten. Of iets hoger. Of juist hier? Nee, hier zo. Ja. En de vleugels. Maar die moet ik niet doen voordat ik het haar heb gedaan. Dus, ik ga eerst het haar doen. Oh my god, ik ben jaloers op dat haar. Ik heb het haar een soort van. De pony. Zo, gaat haar nog een beetje stijlen. De vleugels. Oh, ik ben totaal vergeten. Ik had mascara gemaakt. Kijk eens. Tada. Piep, piep. Piep, 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 piep. Ik was dus van plan om kleine wimpertjes te geven. Oh nee, dat is cute. Dan nu de outfits. We gaan uit de emo-fase. Ah, dat kneed gemiddelde tijd. Maar het komt er wel makkelijk vanaf. En het topje. Schoonmaken. Oké. Als eerste hebben we dit schattige groene rokje. Nou, dat is best wel een goede grote rok. En dan dit superleuke topje. Yes! Het past! Het is echt fantastisch om dit allemaal bij elkaar te zien komen. Alright, dan de schoentjes. Oh my god. Ja. En natuurlijk een bloemenkrans. Kan er ook wel bovenop. Het is echt een volledig andere eend geworden. Nou Ducky, vergeet je toverstafje niet. Tadaa. Dan gaat ze nog naar huis. Oh, gaat open. Yay. We zijn binnen. En daar is Ducky. Wauw. Ja, het is een volledig andere eend. Dat is een elf. En dan gaat hij nu slapen. Wat was de Ducky? Dit is zo cute. Hallo? Wie is daar? Was het wachtwoord? Nee, is verkeerd. Leave me alone. We hebben echt een 180 gedaan. Vergeleken met de emo. Oh, is niet super grappig om het nu allemaal met elkaar te combineren? Geweldig. Ik heb nu 3 kledingsetjes in totaal. Kan ook zo doen. Hier ergens op aarde niest een kitten voor de eerste keer. En daardoor wordt een elfje geboren. Een eendelf. Ah. Ja. De elf gaat op pad. Wee. Een langer verhaaltje kan ik er niet echt van maken. Alright, weer een geslaagde Paper Duck video. Want kijk nou. Dat is toch geweldig. En weer
Zou ik deze outfit zelf ook dragen? Kijk hoe cool! Ik heb er ook zoveel attributen voor gemaakt. Maar het is echt heel gaaf geworden. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me op mijn live kanaal, Kitta Live. Ik ga live elke vrijdagavond om 19:30. Volg op mijn social media en check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!